Om de toepassing van stemonderwijs op VOJ-scholen door het gehele land te stimuleren, zijn er trainingen en showcases geweest in Ikeri en Kommewijnen. Op zaterdag 12 augustus en maandag 14 augustus heeft een groep trainers van het Systems-project een bezoek gebracht aan de districten Ikeri en Marowijnen. Tijdens het bezoek kregen leerkrachten op VOJ-niveau uit de gebieden meer informatie over stemonderwijs en hoe dit toegepast kan worden in de klas. Daarnaast konden leerlingen en hun ouders meedoen aan een showcase waarop er verschillende leermethoden zijn gedemonstreerd. De twee evenementen hebben in totaal meer dan 350 deelnemers gehad. De Maritieme Autoriteit Suriname MAS heeft de best geslaagde scholieren van het VOJ en LBO-onderwijs uit het district Para in de bloemetjes gezet. Deze activiteit vond gisteren plaats in het kader van het MAS Excellence Award Project met als policy Striving for Excellence. Het betreft een programma om leerlingen te stimuleren tot het leveren van excellente prestaties. De geslaagden werden op het districtscommissariaat onverwacht erkend voor hun uitstekende schoolprestaties. De overal best geslaagden met de hoogste scores mochten een laptop en een oorkonde in ontvangst nemen.